Het surrealisme. Het surrealisme is ontstaan als literaire stroming in het begin van 1920. Hoewel er een hoogtepunt van het surrealisme is waar te nemen tussen 1925 en 1940. In zowel de schilderkunst, de beeldhouwkunst, de fotografie en de literatuur. Het surrealisme kwam voort uit de Dada-beweging, die ontstaan was na de Eerste Wereldoorlog in Zwitserland. De surrealistische kunstenaars namen de dwang tot het niet-rationele en de persoonlijke expressie over van de Dada-kunstenaars. Het surrealisme werd in een manifest gedefinieerd als de automatische spontaniteit in zijn meest pure vorm, waarin men probeert verbaal, door het geschreven woord of in welke andere vorm dan ook, de manier van denken te laten zien, geleid door fantasie, zonder enige gecontroleerde ratio en los van de morele waarde. Geïnspireerd door de ideeën van Sigmund Freud en diens psychoanalyse, stellen surrealisten de door vrije associaties gekenmerkte bewustzijnstoestand van de droom centraal. Wat ze in moeilijke woorden proberen te zeggen is dit. In dromen komen er vaak personen, objecten en voorwerpen in allerlei vormen en soorten voor, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar juist omdat je droomt, is het mogelijk dat je hersenen deze combinaties samenvoegen. Net als in dromen tonen surrealistische werken dus eigenlijk een niet bestaande nieuwe wereld. Surrealistisch werk wordt vaak uitgevoerd in een hyperrealistische stijl. En surrealisten stellen dan ook vaak beelden samen in absolute onverwachte, verrassende en zo niet schokkende combinaties. Een van de bekendste werken van het surrealisme is La persistencia de la memoria, in het Nederlands vertaald als De volharding van een herinnering, van de bekende Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. In de voorstelling van dit werk zien we een baai met in de verte uitzicht op zee. Op de voorgrond zien we drie smeltende klokken, een zakhorloge vol mieren en iets dat ergens wat weg heeft van een slakachtig gesmolten of slapend gezicht. We kijken naar een droom waarin tijd onbelangrijk is, waarin tijd voorbij strijkt. De insecten op de klok zijn een symbool van de vergankelijkheid. Als je de titel als uitgangspunt neemt, dan zouden de smeltende klokken ook kunnen uitbeelden dat in herinneringen tijd en plaats vaak vervormen. Herinneringen worden door de tijd in je hoofd aangepast en verliezen de realiteit. Met andere woorden, je herinneringen zijn nooit 100% meer waargetrouw. Ze worden aangepast door de tijd. En dat is natuurlijk surrealisme ten top.